was het bij de tandarts? Ik werd tantoe paradarso. Vindt u het ook zo moeilijk om met uw puber te communiceren? Dan is er nu voor u de cursus Puber Translate. Van de borst en brintapap naar 9 tos die 's avonds laat. Van lief klein poepje naar een lucht waarvan je haast in coma raakt. Ik word echt nooit een pubermens. Want je wordt er heel gemeen van. En het is ook heel moeilijk voor je papa en je mama om daarmee om te gaan. Gaan ze misschien ook wel scheiden? Nee, ze hebben alleen af en toe een adempauze. Je slaat je vleugels uit en ik maak geen geluid. Ik liep door de gang, langs de jongens-wc en daar stond hij ineens recht voor me. Kees Pippel. En Kees Pippel kotste zo in mijn gezicht. Hij kroop met zijn hand in mijn t-shirt. Maar ik was erop voorbereid. Ik had namelijk heel veel laagjes kleren over elkaar heen aangetrokken. Oh shit, volgens mij zit mijn zusje op de wifi. Eline! Eline, ga van de wifi! Met je kut Star Stable online! Nou, pubers! Hè? Zijn het kamerplanten? Beetje zonlicht? Af en toe wat water, niet te veel. En verder vooral met rust laten. Succes allemaal!